De zware jongens, zeg ik. Naar welk paviljoen ga je nu? Nee, geen. Dat is toch ook zware jongens? Nou, maakt mij helemaal niet zoveel uit. Down, down, down. Don't go where the people might say. Down, down, down. Don't go where the people might think. Down, down, down. Going down. Oh ja? Val je op de? Nee, dat is een leuk meisje gewoon. Wat praat jullie dan over als jullie schrijven? Waar heb je het dan over? We praten over van alles. Hoe het daar is, of het goed gaat met haar. Waar moet je het anders over hebben? Dat vraag ik aan je. Een beetje ouwe hoeren moet je. Wat dan? Een beetje ouwe hoeren. Over van alles. Goedemorgen zeggen, als ik net wakker ben en ik kom hier naar die ramen gelopen, staat ze vaak daar, zeg ik goedemorgen, hoe is het? Dan schreef ze terug goed, en met jou schreef ze nog. Dat klinkt mij tamelijk saai in de oren. Ja, misschien voor jou. Maar waarom moet ik hier anders? Zij zit daar, ik zit hier, ik kom niet aan. Wat moet ik anders doen? Het is droog heel wat je doet. Maar ja. Wat zei ze nou? Ik heb me niet goed kunnen volgen, ik ben met jou aan het praten, kan ik het niet goed volgen. Als iemand naast me staat en gaat praten tegen me, ik kan het hele gesprek niet meer volgen. Dus ik stoor je een beetje? Ja, wacht, ik wil vragen wat ze zegt. Wat zeg je, was dat? Wat zei je? Sta je? Te sta je te dromen. Dus het gaat snel. En overal ken je mensen toch? Tenminste, ik wel. En overal kennen mensen mij. Hoe kan dat dan? Ja, omdat je altijd binnen zit natuurlijk. En ik heb 40 overplaatsingen gehad, zo'n beetje. Dus... Zijn jullie vrienden? Ja, we kennen elkaar van buiten ook. Hoe dan? Ja, je komt wel eens elkaar tegen, hè, als je in dit circuit zit. Of nee, denk ik. Zeker. Dus, dan kom je binnen elkaar weer tegen. Buiten vrienden, ben ook vrienden. Dus natuurlijk geldt niet voor iedereen natuurlijk. Is dit een excuus?
the line of conga. The line of conga. I'm coming back. Just wait and see. I'm the line of conga. Come see about me. Hoeveel dagen isolatie heb je al gehad in totaliteit? Weet dat? Ik weet niet meer. Het is ook een kwestie van maanden natuurlijk. Ik kan hem helemaal tellen. Dit is nog maar een klein dossiertje. Die andere dossier heb ik thuis. Dat zijn dat liggen in het archief. Die zijn ook drie keer zo dik. Met die gevangenisstraf wat ik allemaal heb gehad. Dat is gewoon een. Je hebt niet geholpen. Mij helpt niks meer. Ze hebben mij Pieter Baancentrum neergezet. Drie dagen roetjes druk hier. Deze jongen is niet geschikt voor TBS, wel voor langdurige gevangenisstraffen. Wat moeten ze dan nog? Accepteert ze dat allemaal? Nee, luister Willy, ik zeg maar zo. Als je gedwongen? Als ik het deis en ze pakken dich, dat is het risico van het vak. Dit is een kat en muisspel. Hmm. Als ze zich pakken, moeten ze de consequenties kunnen verdragen. Wat heeft het nu toe opgeleverd, financieel dan? Financieel heeft het niks opgeleverd. Ik heb alles verdreigd, als met heroïne en koekingen. Als ik dat allemaal gespaard heb, dan heb je een fijne cent gehad, eigen paar auto's voor de deur gehad en een fijne eigen hoes. Je broekte per dag ongeveer zo'n kleine 3.000-4.000 gulden, dus ken ze wel nog aan wat dat is. Dat is een hoop geld in een maand, dude. Kan nummer gaan. Ik ken ze een fijne auto van kopen, ik ken ze een fijne hoes van kopen. Ja, Henk, ik ken het nummer wie van willen, maar al met al is het verloren tijd. Ja, maar dat luister wil je, de leven geel. De les op een gegeven moment, hè. Ik zit al zo lang in de buis. Op een gegeven moment begint ze buisleven, begint ze fijner te vinden dan boete. En trek ze zich er niks meer van aan. Als ze dan mechelijk blijven mijn hele leven doorgaan, hè. Ik denk toch dat er geen stop meer aan komt. Ze zeggen wel, ze kunnen stoppen, maar als ze eenmaal zo lang in dat vak zit, dan komt ze dan helemaal gauw goed. Dat die boete een keer noodlottig wordt natuurlijk. Ja, dan, dat is het risico van het vak. Als je een kogel in mijn pants kreeg, heb je pech gehad. Dan moest er rekening mee houden. Het wil ze, jongens. Een boete is het leven wel. Binnen toch minder? Ja, binnen minder. Dus dan is hij toch hier met pensioen gewoon uiteindelijk? Oh, dat zinnig wel zitten. Of zinnig wel zitten, ja, dat zal er wel van komen. Als ik nog een etterlijke jurkens blijf doorgaan, want die beginnen steeds ouder te straven. Dat zinnig nu wel. Die hangeren lopen nou weer allemaal boete. Hoeveel rijksjaren heb ze momenteel? Alles met elkaar nog. Tropen jaren. 15 jaar. 15 jaar. Anders bij elkaar heb ik nu 15 jaar vastgezet. Ik ben oorspronkelijk bokser. Toen ik in de gevangenis ben teruggekomen, de mensen, de kranten van Curaçao, de pers van Curaçao, heeft allemaal geschreven, die man zijn carrière is over. Weet je? Bokscarrière. Ja, mijn bokscarrière is over. Maar ik wil dit zeggen tegen al die mensen, dat ik terugkom. Ze hebben me gestraft 6 jaar in de gevangenis, maar ik kom toch terug. En ik ga kampioen worden. En je gaat kampioen worden? Ik ga kampioen worden. En waarvoor? Ik ben nog steeds snel, alleen ben ik zwaarder geworden, maar ik kom zeker terug. Voor mijn volk. Waar ga je kampioen van worden? Boksen. Eerste kampioen van een tweede. Dan Zuid-Amerikaans kampioen en dan ga ik voor de wereldkampioen boksen. Ja? Ja. En als je nou wereldkampioen bent geworden, hè? Wat voor droom heb je dan nog over? Ik ga een huis bouwen voor mijn kinderen en ik probeer een soort school bouwen, bokschool, voor die jonge jongens die op Curaçao groeien. Om hun te leren dat ze uit de criminaliteit moeten blijven. Begrijp je? Dat is mijn droom. Dat is een mooie droom. Ja, ik hoop dat
een van die dagen u komt op Curaçao en u gaat het zien. Ja. En ik hoop dat die mensen nou mij vergeven voor wat ik gedaan heb. Want ik ben een mens. Een mens kan een foto maken in zijn leven. Maar ik kom zeker terug. En die mensen gaan me zien. Ook voor mijn dorp Kanga. Want ik ben de leeuw van Kanga. Dus die dorp van mij, die zijn nog steeds bezig met mij. Ze praten altijd vroeg. Ze praten met mijn vader. Ze vragen voor mij. Dus die mensen willen me zien. Weet je, en daar ga ik voor. Je bent geliefd nog steeds. Ja, zeker. Vooral op mijn dorp, hè. Ik weet niet op één keer of zo. Maar op mijn dorp Kanga, die mensen willen me zeker terugzien in de ring. En daar ga ik voor. Zeker weten. 100%. Of moet ik doodgaan? Dat is het enige. Maar als ik vrij kom, ga ik zeker terug. En ik kom terug in de ring. En hoe lang moet je nog zitten? Ik moet nog 24 maanden zitten. Op 24 maanden? Ja. Maar ik ben bezig elke dag aan het rennen. Een beetje fitness. Een beetje schaduw boxen in mezelf. Dat is het enige wat ik kan doen hier. Weet je, maar zo ga ik toch door. Als je wil, kan ik jou een beetje schaduw boxen laten zien. Dat is voor Curaçao. Voor die mensen op Curaçao. Dus. Dat is voor Curaçao. En ik kom terug. Wil je sneller? Ik kom terug. Ik voel lucht naast me. Snelle lucht, man. Wil je sneller? Hij heeft een droom nu en hij moet de droom uitvoeren. Ja, zeker. En hij wil ook de comité bestrijden, dus. Wat is jouw droom dan? Wat is mijn droom? Mijn droom. Ja, mijn droom is een bodybuilder te worden. Ik wil groot, snap je? Ik hou niet van dikke breaking dingen of zo. Ik wil een strakke lichaam hebben, weet je wat ik bedoel? En wat wil je daarmee doen dan? Gespier, strakke benen. En dan, als je dat bent, wat dan? Kijk, ik doe het voor mezelf. Zo, als je goed bent, heb je een lekker gevoel, snap je? Dus als je op de strand gaat, je kan gewoon je t-shirt uitdoen, want dan ben je trots op jezelf, weet je? Maar je moet niet bang te zijn als die mensen gaan kijken. Lelijke, zwarte, ik ben al lelijk, snap je? Met een lelijke lichaam, dat kan niet. Dus als je een goed lichaam hebt, dan ben je al trots op jezelf, zou ik maar zeggen. Zeker, dan voel je lekker, weet je, voel je goed. Dat wil zeggen, als je verder dan. Ja, als je vrij komt, je gaat naar bed met een meisje, weet je. De meisje gaat zeggen, wauw, kinder jong, kijk ons, strakke negen, weet je wat ik bedoel? Dikke benen, strakke buikspieren, grote spieren, weet je wat ik bedoel? Strak. Dat is jouw droom. Ja, zeker. Maar ik houd over mooie vrouw, weet je. Slang, lange haar, blauwe ogen. Een vrouw ook houdt van spierman. Een vrouw wil geen man met een grote buik in dingen, zo weet je. Want je kan niet met een man met een grote buik. Hij gaat niet goed presenteren in de bed. Weet je wat ik bedoel? Want zijn buik zit in de weg. Snap je? Ja, je kan lachen, mama. Zo is. Hey, vandaag is Niels niet bij. Vandaag denk jij, Henk gaat schoonmaken binnen hier straks. Geloof dat normaal is niet. Normaal, Niels mag eens komen, hij is niet Niels. Dus jullie moeten schoonmaken. Ik ben er aan niet. En ik ga sluiten als je... Eén keer is niks. Ik ga niet schoonmaken. Hey Henk, die melk is niet goed, hè? Jij bent al 9, jij moet schoonmaken. Fucking niet. Ja. 9 hoor. Kleur heeft niks meer te maken, man. Hey, je bent al lelijk ook. Eindelijk is niet belangrijk. Weet je wat dan? Eindelijk is belangrijk. Als je vrij komt, ja? Ja. Jongen, kijk. In de baai is toch een rook. Buiten is een rook, binnen is een rook. Nee, ik heb waar is de aansteker? Geef me een aansteker. Is niet normaal, mensen kunnen baai, ze moeten gewoon afpiepen van drugs. En rook. Ja, dominee. Hij komt in de baai, hij moet gewoon stoppen met roken. Hij rookt toch drugs. Zeg eens ja tegen de dominee. Ik weet niet. Dominee, wat? Laat die dominee al horen, ik heb scheid aan die dominee. Ik weet niet wat de dominee is. De volgende keer, hij rookt heroïne. Kijk wat daar staat. Hij was gek, hij kan niet lopen. Hij was stoned, hij was zo stoned. Hij bijna van, hij was ziek. Maar toen de werkmeester stuurde hem naar boven, hij was ziek. Hij rookt heroïne. Gek. Dat ding reekt stink ook, man. Dat ding reekt stink. Zie je, nu geef je hem door. Dat ding reekt stink. Hey, harde kraken, Jim. Dan zit hij nog daar boven. Nee, ik gebruik geen drugs, jong. Nee, ik ben gezond. Nog altijd binnen zitten. Ja, jij gebruikt niet, Jim, maar ik gebruik...
van de drugs moet je gewoon geld maken, weet je. Kijk, de slimmer pakt de drugs op je kop en de domme weg, weet je. Alleen domme mensen gebruiken drugs. Slimmer word je dan zo. Nee, als je slim bent gebruiken, je moet geld maken, weet je. Jij praat als een dominee. Juist, dat is het. Nee, geen dominee. Maar kijk, door dat oude hoer van jou kan ik dadelijk misschien de urinecontrole doen. En dan een ponzingrapport. Vind je dat leuk? Nee, man, dat doe ik niet. Waarom zeg je dan zo? Gewoon voor de gekheid. Ja, voor de gekheid. Die nemen dat serieus hier, hoor. Ik weet niet of je weet, maat. Het is geen shit-up. Het is geen kleine kindergarten. Nee. Precies, maar op het moment dat er dadelijk een knal gaat vallen, dan kan hij het vergeten. Ja. En dan zit jij er nog langer mee. Dus dat schiet geen zak op. Nee, maar dan heb ik hem al hier, maar hij is wel belangrijk dan. Nee, helemaal niet. Jawel. Nee, dan blijft hij hier hangen. Nee, dan zit hij wel een paviljoen. Ja, dat wil ik nog zien. Maar goed, los daarvan, dat lost allemaal niet op. Plus dat jij ook nog die 11 maanden door moet. En heb jij ook weer een streepje achter je naam staan. Maar wat moet ik er dan mee? Moet ik maar steeds opsluiten, nee toch? Zo is het. Negeren. Ja, maar dat gaat op een gegeven moment niet. Want hij blijft zuigen. En wachten tot hij weg is. Hij zou vandaag weer gaan. Nee. Ja. Hoe kom je daarbij? Dat had ik gehoord. Ja, dat klopt. Kijk maar, als ik begin, dan gaan we er een stuk of 4 mee doen. Ja, dat ben ik van overtuigd, ja. Maar ik denk dat we dat moeten voorkomen. En laten we afspreken dat als je merkt dat je grens echt bereikt is, dat je dan eerst aan de bel trekt. En dat wij het voor je oplossen. Dat doe ik. Ja, maar... Ja. Ja, goed. Oké. Ik ben niet de enige die ziek van hem wordt. We zijn er een stuk of 4. Alle oude kankerhoed elke dag. Kijk, we hebben 2 uur sport per week. Maar dan loopt hij zo te ziek, hè? Schiet hij die bal over de muur heen. Kijk, maar als je geen zin hebt om te sporten, blijf dan in je cel, weet je. En ga dan niet onze sport afpakken. Want dat is juist iets waar je agressie in kwijt kunt. Nou, dan loop hij dan even de fysiek in. Dat pik je niet? Nee, natuurlijk pik ik dat niet. En zeker niet van hem. Hoezo zeker niet van hem? Omdat ik hem niet moet. Waarom moet je hem niet? Omdat het een groot kind is. En het is niet alleen een sport, hè. Kijk, je zit hier toch al in een kleine gemeenschap. En je moet met elkaar leven. Nou, als eentje zijn eigen niet aanpast, dan krijg je problemen. Dat is nogal simpel. Maar als je dan met eentje problemen hebt, dan speelt het ook door op de andere groep. Dan hebben die anderen vanzelf ook wel problemen. Dat is nogal simpel. Kijk, er zijn 4 jongens die niet met te praten. Dat wil niet zeggen dat de problemen over zijn. Maar blijf veel in zijn cel zitten. Misschien ook wel het beste worden. Dat op de lijst die het verzittert, maar dat nog een tijdje kan duren. Heb je enig idee hoe lang dat het nog kan duren? Nou, ik ben momenteel bezig met Gum over het af te regelen. Dus namelijk zo dus dat heer al lang inderdaad al op de lijst het verzittert. En eigenlijk ben ik het te lang. Dus Gum onder een actie vandaag om hem zo snel mogelijk een zitter te krijgen. Om hem met vuurhang daar te geplaatst te krijgen. Zodat er alles... het wordt afgehandeld. Het is belangrijk omdat er nogal spanningen op dit moment tussen hem en andere gasten van die afdeling zijn. Dat had ik begrepen, ja. En hij loopt nu wel op zijn tienen en ik vrees dat als het nog lang niet duurt, dat het dan fout is en dat er dan helemaal wegkomt. Ik denk dat het een kwestie is van nog even volhouden en dan ga je naar die andere inrichting. Ja, Willem. Gisteren toch
Kirsten toen was nog weggezet. Ja. Jongens die zeggen, je zit dingen te zeggen, weet je. Zoals kankers wat, vele wissers wat, weet je wat bedoel. Ja. Maar weet je wat het is, Jimmy? Zij weten dat ze op die manier jou over de rooien kunnen krijgen. En daar zitten ze gewoon op te wachten. Ze wachten tot jij dadelijk een paar klappen uit gaat delen. Aha. Omdat ze weten dat jij dan op die manier hier niet wegkomt. Aha. Dus ik denk dat jij nu gewoon de wijste moet zijn, de slimste moet zijn. Dus maar een beetje hun gang moet laten gaan. Het zal nog maar voor een korte tijd zijn en dan ben je niet weg. Blijf nog maar kalm, kopje erbij houden, het is nog maar een korte tijd. Je mensen hebben niks te verliezen, weet je, niks te verliezen. Ja, jij wel. Ja, je bent gewoon junk, weet je, ze hebben niks te verliezen. Maar jij hebt wel wat te verliezen. Jij bent geselecteerd voor algeheel regime, dat kan jij verliezen. En dat weten zij. Ja. Ze lachen zich kapot als het gebeurt. Ja. Ja, en dat moet niet gebeuren. Wat vind je van 5 jongen willen met 1 jongen vechten? Huh? Het gaat niet om dat vechten. Het gaat erom dat zij er lol aan zullen hebben als dat jij uit je dak gaat, als jij naar de isolatie gaat en vervolgens hier weer een aantal maanden langer moet blijven. Hey jongen, goedemorgen, roze. Alles is goed. Tegen jou bedoel je? Ja, tegen iedereen. Dat maakt niet uit tegen wie. Als je maar wat zegt. Wat bedoel je dan precies? Ik snap niet. Nou, dan krijg je gelijk schoen voor zijn bek. Life has a throat. Grab it. Cut it. It's ticking like a meantime bomb. Kick it. Cut it. Grab it.
raken, zeg ik nu. Goed? Goed. Goed. Praat er niet aan raken, niet aan je handen aan mijn ogen. Ik raak er niet aan. Oké, goed. En daarbij heb ik mijn handen gewassen. Je hoeft helemaal niet bang te zijn dat ik vuil word, hoor. Zeg je niet aan raken, laatste keer. Oké. Goed? Kom maar mee. Nee. Praat er niet aan mijn ogen. Goed? Dat doe ik niet. Ja, ik ga me niet stuiken snuffelen hier. Hou nou weg, man. Smakelijk eten. Maak je wat. Oké. Verraaien onder elkaar. Je zit onder elkaar, ga je verraaien onder elkaar. Wat is dat? Een klootzak is het. Je kunt wel goed, jongens. Meer is het niet. 100%. Niet goed. Wat heeft hij verraden dan? Van alles. Ik zeg gewoon, mag ik rust weten? Ze heeft gezegd dat ik hier heb zitten roken. Mij maakt niks uit. Maar hij komt erachter. Ga waar hij heen gaat, ik kreeg hem te pakken. Hij wordt toch overgeplaatst? Ja, maakt niet uit. Als hij naar Amsterdam gaat, ik kom ook Amsterdam bij het regime. Mij doen ze niet naar het algemeen regime, dan kom ik hem tegen daar. Dan is hij voor mij. Maakt niet uit waar hij naartoe gaat. Dan is hij voor mij. Hè? Hoezo? Vervelende mensen, die worden overal opgewacht. Die worden met open armen overal ontvangen. Geloof dat nou? Heb je daar vrienden zitten of zo? Maakt niet uit, overal heb ik vrienden zitten. Overal heb ik kennissen zitten. Dat is very simple. Dat is toch normaal? Hij vraagt, wij draaien. Automatisch wat gebeurt met hem. Dat is het risico van het vak, dan had hij zijn klap dicht moeten houden. Is dat logisch? Het lijkt me wel handig als je snel overgeplaatst wordt, hè? Ja. Ik wil zeker, ik wil weg van deze, ik wil gewoon sneller weg, maar het komt niet. Snap je? De tijd komt niet. Elke dag zelf, Jimmy, je gaat overplaatsen deze week, de volgende week. Nog niks. Nog niks. It's ticking like a meantime bomb. Bang? Ik ben niet bang wat gaat gebeuren, weet je. Ik ben bang voor wat ga ik doen, weet je. Wat ga ik doen? Ik heb scheid aan, weet je. Ik ben jong, ik ben 24 jaar. Als ik moet 8 jaar zitten voor die mensen, ik ga gewoon zero neus afgelopen. Want ik ben verbreukt. Niemand doet niks. Ik praat. Nu is gewoon doen. Kill or be kill. Snap je? Doen. Nu iets moet gebeuren, weet je. Want niemand doet niks. De bewaker zit daar gewoon lachen. Ik heb hun tegen hun al gezegd. Wie lacht de laatste, lacht de beste. Snap je? Rastafara is my life. Yeah, yeah. What you gonna do? What you gonna do? And it come from you, bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do? It comes from you, bad boys, bad boys. Kom, ik heb een eigen honger. Kankerleien. Die kolen jongen blij met die jongen. Wat heb je dan geschreven? Ja? Hij heeft geschreven, je bent verraden. Nu is Kev, je bent een junk. Je moet er zeggen, de deur open is. Je moet er zeggen, de deur open is. Je moet er zeggen, hoor. Ja, je moet zeggen, de deur open is. Ga een zwarte rot op. Ja. Je moet er zeggen, de deur open is. Ja, kom dan. Ja, vrijdag ben ik uit. Ja, mijn klootzakken, sta je neer. Ja, vrijdag ben ik uit. Vrijdag ben ik uit. Wat dan, zwarte hond? Dan maak ik je kapot. Waar is het? Hoor je. Je hebt toch een duw, je hebt toch een klap. Wat is dat? Wie heeft dat eronder geduwd? Wie heeft dat eronder geduwd? Hij is van CK's naar achter, anders kom ik niet naar binnen. Wat is? Daar zijn ze een handschrift. Je bent echt niet, je tikt echt niet zuiver, hè? Dat is jouw handschrift dus, hè? Die van hem, deze van hem, die. Zo
Ik denk niet dat jij nog lang op deze afdeling bent. Ik denk niet dat jij nog lang op deze afdeling bent. Ja, ik heb het gezien. Oh, ga weg, man. Die heeft hij helemaal over de zijk geholpen door onder andere dat ding achter, de, achter het raampje te plakken. Ja. Gisteren escaleerde dat gewoon. Ja. Toen was, op een gegeven moment was de hele gang aan het... Nou, en hij wordt ook... Hij wordt ook die gaan natuurlijk ook terug. Die gaan zich verweren natuurlijk. Maar ja, hij heeft in feite nog geluk gehad bij Nabila. Want voor hetzelfde geld hadden ze hem helemaal tot losgeslagen, hoor. Als ze met de kans hadden gehad, dan... Nou, wat ik aan die Rijnders net merkte, nog... Dat was volledig uit de hand gelopen. Ja, ja. Ontruimd? Kijk even van de nieuw. Dat is nou een tegenke. Wat hebben ze snel gedaan hier? He? Dat hij weg is. Waar ga je naartoe, weet je? Huh? Waar ik naartoe ga? Als je gaat voorrijden in de gevangenis, dan hoor je niet thuis hier, weet je? Dat doen we niet met elkaar. Als je problemen met deze man hebt, dan moet je zelf afmaken, begrijp je? Als je gaat voorrijden, voor mij ben je niks waard. Je kan mijn broer zijn, maar als je gaat voorrijden, voor mij ben je niks waard. Het is goed dat die man weggegaan is. Als hij hier gebleven heeft, hebben ze hem helemaal gestoken. Serieus. Ik ben jammer, maar ja, mensen moeten strak wel, in de gevangenis moet je tof zijn, strak. Normaal moet ze zo zijn, of niet? Dat hoort zo. Zo moet het zijn. Ja, bijna weer aan de rechter. Ja, Jerry. Wat is met jou? Goed. Goed. Wat gekalmeerd? Ik was altijd kalm, mevrouw. Je was altijd kalm? Ja, zeker. Ja, maar de afdeling niet, hè? Hoezo? Nee, de afdeling was gisteren met name meneer Horsman toch behoorlijk boos en over de rooien vanwege een briefje. Ja, goed. Ja, kijk. Nee, niet goed. Deze? Ja. Zoek ik van meneer, van die jongen, dinsdag.
Ik kom zelfs, ze hebben deze geschreven onder de raam gedaan, gisteren. Ja. Dinsdag. Heb jij onder het raam gedaan? Nee. Hij heeft eerst dat geschreven onder mijn raam gedaan dinsdag. Mm-hmm. Snap je? Dus gisteren, ik heb deze geschreven. Jullie zijn allemaal onder zijn raam terug gedaan. Mm-hmm. Snap je? Ja. Hoezo? Kijk, het probleem was... Alle rapporten. Kijk, het probleem was begin met één van de jongen, met Ron, met de lange haar. En hij heeft twee andere jongen erbij gehalen met... Hoe zeg je, een probleem groter maken, weet je? Mm-hmm. Want hij durfde alleen mee te werken, weet je? Mm-hmm. Want hij wilde mee werken, weet je, in de lift. Ik heb ook gehoord dat jij zelf ook mensen uitdaagt om van kom maar op en ik krijg je nog wel en straks pak ik jou. En daar worden andere mensen ook zenuwachtig van, dat kan niet. Ja, ik heb dat gezegd, we antwoord 4 tegen 1. Zo toen, als ik 1 tegen 1 kom, dan ga ik roep ze uit gewoon, weet je. Mm-hmm. Want het probleem was het begin met hem, snap je? En toen is het zo goed gekomen. Ja, maar het is wel typisch dat steeds Jamie Bernabella dan naar voren komt, hè? Steeds weer zijn er incidenten, bedreiging jegens personeel, agressie jegens personeel. Dan is er weer een dreigende vechtpartij. Zo het een naar het ander. Nou, dat kan gewoon niet. Kijk, weet je waarom komen deze soort dingen ook? Want als iemand te lang zit op één pavioen en te lang zit in één bias. Ja, nee, er zijn mensen die hebben in een nog veel zwaarder regime. Hier meteen beneden hebben ze wel 3-4 jaar gezeten. Ja, maar ik kan dat niet. Nee, maar dat zegt natuurlijk ook wel niet zo voor jou. En je hebt nu in een hele korte tijd heb je weer... 3 rapporten gehad. Dus wat we nu gaan doen is jou eerst hier laten. Hè? Hier een paar dagen tot na het weekend. Ja. Dan ga je naar time out. Mm-hmm. En dan gaan we eens kijken op welk paviljoen je dan terecht kunt. Ja, dan. We houden jouw selectie 3 maanden aan. En na 3 maanden kijken we of je dan opnieuw geselecteerd kunt worden voor algeheel regime. Ik bedoel, gaat die mensen dat dus? Nu, op dit moment niet. Ja. Kijk, luister. Het probleem was niet om... Ik heb even rustig gedaan al die tijd, man. Ik heb rustig gedaan. Ik heb mijn best gedaan al die tijd. Ja, maar het is niet... Ik weet dat je je best hebt gedaan. Ik heb mijn best gedaan, mevrouw. Ik heb mijn best gedaan. Het is niet gelukt, Jim. Dus we moeten nu opnieuw starten vanaf 0. En dat zit er al over, maar dit is 0. Slechter kun je niet zitten dan hier. Ja. En dan langzaam maar zeker weer opbouwen. Dat gaan we nu doen. Goed, starten we opnieuw. Ja. Oké, succes ermee. Comes automatic in a zone like the one we inhabit. In the meantime, life goes on, ticking like a meantime bomb. Stories all start once up on a meantime. Wat vind je van een schatje? Mooi, hè?